Hendrik Tuylings, een nieuwe vijfzetter. Waar gaat dit eindigen? Dat is, het is een serieuze slopingsslag aan het worden. Waar gaat dat eindigen? Laat ons hopen vrijdag, hier thuis. Dat zou mooi zijn. Maar we moeten rekening houden dat het wel eens vijf wedstrijden kunnen zijn en dat het nog wel even kan duren. Dus het is nu heel belangrijk dat we nu vanaf nu beginnen met de recuperatie naar de volgende wedstrijd. Het is binnen 48 uur terug van dat. Dus ja, recupereren. Hoe is het met je knie trouwens? Het is aanvaardbaar, zal ik het zo zeggen. Het is duidelijk nog niet volledig in orde, maar het is voorlopig goed genoeg om, om te kunnen spelen. Natuurlijk, als dat zo'n wedstrijden blijven zijn, dan ja, het is verzorgen, recupereren, alles eraan doen om terug fit te zijn. Ja. Deze twee ploegen zijn echt wel aan elkaar gewaagd, hè? Wat maakt het verschil vandaag dan in jullie voordeel? Misschien onze service. Ik denk dat onze service net iets beter was dan, dan in Mazeik, waar we met 20 fouten zaten en geen enkele ace. Ik denk dat we vandaag iets meer druk hebben kunnen leggen met de opslag. Hun verdienst is natuurlijk, zij zijn sterk op die hoge ballen, vind ik. Ik vind dat zij dat vrij goed oplossen. Ze hebben veel aanvallende kwaliteiten. Dus het is aan ons om daar antwoord op te zoeken. En dat is vandaag net genoeg gelukt, hè. Ik gaf in mijn commentaar een verdienstelijke vermelding voor Pieter Coman, die jullie op momenten recht wel door heeft gesleurd, hè. Ja, zeker. Het is, Pieter is iemand die heel belangrijk is voor dit team. Die ook echt kan pieken naar zo'n wedstrijd. En hij is heel moeilijk af te stoppen. Als hij de bal goed krijgt, dan is hij gewoon goed. Een heel belangrijke figuur in dit team. Okay, dankjewel. Recupereer snel en tot woensdag.